Hey Waterman, welkom bij Puur Tarot. Mijn naam is Esmeralda en ik kom vandaag jullie reading doen voor de maand augustus. Ik heb een verjaardagskorting op de website geplaatst bij de algemene grote reading. Wat eruit komt, komt eruit. Ik heb een korting gegeven van 6 euro en die gaat in van 1 augustus tot 15 augustus. Mocht je interesse hebben, mocht je nieuwsgierig zijn, kan je altijd eens kijken naar de website van Puur Tarot en daar vind je meer info omtrent de readings. Zo, ik ga eerst kijken in uw algemene energie. Ik ga er dieper op ingaan met de tarotkaarten of soms is het gewoon er los van. Dat gebeurt ook veel, heb ik de indruk. Ik ga dan afsluiten met een romantisch engelenkaartje nadat we de reading hebben gedaan. Dus we gaan eerst kijken naar uw algemene energie voor het collectief, het sterrenbeeld Waterman. Voor de Waterman. Zo, we hebben hier onderzoek al uw mogelijkheden. De tijd is aangebroken om andere mogelijkheden te bekijken. Het is een goede tijd voor veranderingen. Ja, ja, we hadden een paar dagen geleden, 31 juli, 1 augustus, 2 augustus, hadden we Mars, Uranus in de noordelijke maansknoop hebben ze een conjunct gemaakt. Uranus is uw planeet. Er gaan heel grote veranderingen gebeuren. Voor sommigen kan dat drastisch zijn. Voor anderen kan dat inzichtelijk zijn, uiterlijk zijn. Maar 28 augustus gaat uw planeet Uranus ook retrograden. En planeet Uranus, dat brengt altijd onverwachte wendingen en onverwachte veranderingen voor uw hoogste goed. Om dan uiteindelijk naar uw lotsbestemming te geraken. Dus het is echt wel een goede tijd. Het zal in uw voordeel zijn dat deze planeet retrograde gaat en dat deze planeet Uranus, uw planeet, een conjunct heeft gemaakt met Mars en de noordelijke maansknoop. Dus Mars gaat u die energie leveren van doen, 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 actie. Uranus gaat die veranderingen brengen en de noordelijke maansknoop ga je brengen naar je lotsbestemming, naar je zielspad eigenlijk. Dus verwacht uiteindelijk dat de tijd is aangebroken en dan er wel grote veranderingen gaan plaatsvinden. En dan hebben we 12 augustus, hebben we dan ook nog een volle maan in Waterman. Dus verwacht kosmisch heel veel. We gaan kijken in de tarotkaarten en we gaan zien wat er nog meer mag uitkomen voor de Waterman. Oké, ik heb hier onderaan manifesteren, magician. De magician, amai, het gaat weer niet meer zijn om te articuleren. We hebben hier dus de kaart van de manifestatie. Het kan zijn, Waterman, dat je hebt gefocust op iets. Er is een wilskracht. Je hebt al de tools om te manifesteren wat je wilt. Dat kunnen die veranderingen zijn. Het kan zijn dat jij zelf ook wilt en weet welke veranderingen er mogen doorgevoerd worden bij u. Het gaat voor iedereen natuurlijk verschillend zijn, maar je bent aan het proberen om je dromen in je fysieke realiteit te brengen. Maar ik heb het gevoel dat er eerst iets van bevrijding bevrijd worden. Dus eerst al die shit achter zich laten, al het innerlijke healing.
ga je eigenlijk achter u moeten laten, want sommigen onder jullie hebben te maken met teleurstellingen, gekwetst zijn, mensen die niet altijd eerlijk zijn geweest. En ik heb het gevoel dat er daar dus een bevrijding uitkomt. Zeker met de Tarot of Daggers, Six of Daggers, The Judgment en The Magician. Dus je bent effectief al die negativiteit en alles wat dat uitzichtloos is, ben jij volledig aan het manifesteren. Want jij wilt echt wel een volledig nieuw begin. En dan hebben we de aas van Daggers. Dus dit is een volledig nieuw begin. Er komen doorbraken, nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden. En dan val jij hier in je eigen kaart de ster. Dit zijn wensen, doelen, dromen. Maar je gaat nog eventjes innerlijk in balans moeten komen. En je gaat nog eventjes geduld moeten hebben. Dus geef het vooral niet op. Maar ik heb wel heel sterk het gevoel dat je al die shit achter u gaat laten. Al het negatieve, al wat dat uitzichtloos is, ga je achter u laten. Ik heb wel het gevoel dat dit allemaal heel onverwachts gaat plaatsvinden. Omdat het onderaan op het dek ligt. Ik heb hier de Rigid. Ik heb de Four of Bones en ik heb de Two of Crystals. Het kan zijn dat je te maken hebt met een bepaald persoon en dat deze persoon twijfelt. Het kan zijn dat die persoon financiële strugglingen heeft, dat die persoon iets wil doen, het niet wil doen, omdat er financiële strubbelingen zijn. Het financiële zal er sowieso bij te maken hebben. Het kan ook gaan over een huis. Een huis en het financieel heeft er sowieso mee te maken, want ik heb hier wel heel sterk ram-energie. Ik heb de keizer, ik heb hier ram en ik heb hier een aardeteken. Dus het zou wel kunnen zijn dat je te maken hebt met een ram. Hoeft natuurlijk niet of jij hebt ram in je venusteken, maanteken of je hebt dit als ascendantteken. Maar er wordt eigenlijk gevraagd om controle los te laten. Het kan zijn dat je controle hebt over een bepaald huis. Ik ga dat straks clarifyen en we gaan zien wat er daar nog meer mag uitkomen. Maar het kan zijn dat je een bepaalde controle hebt over een huis in verband met het financieel. Het gaat natuurlijk niet voor iedereen zijn. Misschien wil je een huis verkopen. Ben je dit volledig aan het manifesteren omdat het huis geen meerwaarde meer heeft. Omdat er negativiteit in het huis zit. Maar er wordt gevraagd om die controle los te laten. Mocht je totaal niet te maken hebben met een huis, dan kan het zijn dat er een persoon controle heeft over u. Het is iemand die heel vast, stabiel in het leven staat, kan een hele hoge functie hebben, een vaderfiguur. My way is the highway. Iemand met structuur in het leven, met heel veel wijsheid in het leven. Maar dit is wel iemand die controle kan houden over u. Maar het is wel iemand die heel erg succesvol is. Maar er liggen hier twijfels, strubbelingen. Zou ik het doen, zou ik het niet doen? Ik ga het wel doen. Nee, ik ga het eigenlijk toch niet doen. Dus, maar we gaan er dieper op ingaan. En we gaan kijken wat er nog meer mag uitkomen voor de waterman. Oké, we hebben twee keer de Magician, de Devil en de Four of Cups. Dit is duivelenergie, steenbokenergie, Mercurius, tweeling en maagd, maar ook waterteken en ram. Ik heb het gevoel dat er iemand is die emotioneel niet gemotiveerd is. Iemand is emotioneel niet beschikbaar. Maar
manifesteert wel bepaalde andere situaties. Ik heb het gevoel dat er hier wel wat toxisch gedrag ligt, toxische vibes. Er is hier een bepaald patroon dat mag doorbroken worden. Het kan zijn dat er iemand controle houdt over u en dat het zeer toxisch is. Het kan zijn dat jij daarvan aan het uitbreken bent, dat jij dat aan het manifesteren bent om die vrijheid te hebben. Het kan zijn dat jij emotioneel niet meer betrokken voelt of niet meer gemotiveerd voelt naar deze bepaalde persoon toe. Maar er is iets van verslaving, toxisch gedrag, manipulatie, jaloezie ligt er wel rondom rond. Want ik heb wel het gevoel dat je heel erg veel wilskracht hebt. Je hebt echt al de tools om alles in je fysieke realiteit te brengen. Maar er is iets wat dat... Er is iets verslavend. En dit is eigenlijk een patroon dat mag doorbroken worden. Het kan zijn dat er iemand controle heeft over u en dat jij die bevrijding aan het manifesteren bent. Dat jij volledig een verandering in je leven wilt doorvoeren. Want ik zie hier wel teleurstellingen. Maar er is iets van waarheid die je gaat zien met de Queen of Swords. Er is iets van waarheid die je gaat zien. Het kan zijn voor sommigen onder jullie gaan ondertussen al... die zijn al op date. Het kan zijn dat je aan het manifesteren bent om uit een toxisch energie uit te komen. Je voelt je niet meer aangetrokken tot die persoon emotioneel en je bent het aan het manifesteren om daaruit te komen, om die patroon te kunnen doorbreken, want dat gaat hier altijd maar over teleurstellingen. En er is iets van waarheid die je gaat zien. Je gaat het objectief bekijken en ik heb het gevoel dat je zwaard gaat bovenhalen en dat je knopen gaat doorhakken. Je gaat het verleden eigenlijk achter u laten, waardoor dat je het gevoel hebt van weer vrij te kunnen zijn en weer iets te kunnen gaan drinken, op date te kunnen gaan, feest vieren met vrienden, vriendinnen. Eigenlijk gewoon weer lol hebben, u weer amuseren, fun hebben. Maar er is iets wat je eerst gaat moeten doorbreken. Zeker met de duivel, dit is een patroon die mag doorbroken worden. En dit ben jij aan het manifesteren. Dit is iets wat je niet meer wilt, omdat je emotioneel ben je niet meer gemotiveerd. Je hebt geen interesse niet meer. En het is net alsof je een afwijzing wilt geven. Want deze persoon, ja, houdt controle over u. Daar heb ik wel heel sterk het gevoel. Maar we gaan eens kijken naar de Four of Bones. Want dat is een stevige basis. Stabiliteit. Huis. The Knight of Pentacles, the Ace of Cups, and the Eight of Swords. Oké, iemand denkt heel negatief na. Ik heb het gevoel dat je te veel in het hoofd zit en dat je niet meer kunt voelen naar je hart. Met de aas van kelken wordt er eigenlijk gevraagd om naar je hart te luisteren, om je hart opnieuw te laten overvloeien van liefde. Maar natuurlijk, als je dit hier aan het meemaken bent, is het wel wat moeilijk. En dit is de reden dat je dit allemaal weg aan het manifesteren bent. Want het creëert je negatieve gedachten, malle molen. Het gevoel hebben van, ik zit vast, ik ga eigenlijk niet verder. Alles loopt, ik weet niet hoe traag. Ik ben een harde werker, ik ben volhardend, ik voel mij onzeker. Zeker, en daardoor raak je negatief in je hoofd en ga je beginnen mallenmolen. Maar er wordt eigenlijk gevraagd om meer naar je hart te luisteren. Eigenlijk standvastig te blijven. Aan jezelf hard te werken, zodat je die veranderingen en die vernieuwingen kunt door te voeren. Want alles komt op de goddelijke timing. Want ik zie hier wel doorbraken, nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden. Maar het zou kunnen dat je zelf met zelfsabotage zit. Dat je met kopzorgen zit. Of iemand praat je kopzorgen aan. Maar ik zie hier manifesteren naar een bevrijding. Een bevrijding van iets. Dat kan van een huis zijn, maar het kan ook van een bepaald persoon zijn. Iemand die een hele hoge functie heeft. Maar die persoon is niet al... Die persoon heeft geen goede energie. Deze persoon heeft toxische energie rond zich.
Ik heb het gevoel dat je gaat moeten kiezen tussen twee personen. Iemand die stabiliteit gaat brengen, iemand die heel hard werkt, iemand die stabiliteit wilt delen, maar dit is iemand die heel traag is. En waarom is die persoon heel traag? Omdat jij de liefde voor jezelf op dit moment niet voelt, omdat je te veel in je hoofd zit. Maar er wordt gevraagd om standvastig te zijn, je grenzen aan te geven en te blijven geloven in waar jij gelooft natuurlijk. We gaan even kijken naar de Two of Crystals, want dat zijn strubbelingen. Het kan zijn dat voor sommigen onder jullie vraagt je jezelf af van wanneer ga eigenlijk die nieuwe, vaste, stabiele relatie tot me toe komen. En dat je daardoor te veel aan het malle molen bent, dat je daardoor te veel in je hoofd zit. Dus ik heb eigenlijk meer het gevoel dat je het oude waar je nu in bent, dat je dit aan het wegmanifesteren bent. Maar ondertussen ben je ook iets nieuws aan het manifesteren. En dat creëert wel moeilijkheid. Je kan niet verschillende dingen samen manifesteren. Want je gedachten is dan niet meer doelgericht en je gedachten is dan verdeeld. En daardoor kan dit heel lang duren. Vooraleer dat er iets in je fysieke realiteit gebracht wordt. Ik heb nu al bijna in elke reading de Queen of Wands gehad. Er gaat heel veel gebeuren in de leeuwenergie. Ik heb de Seven of Cups, de Nine of Pentacles en de Queen of Wands. Ja, dat ga je duidelijk manifesteren. Het kan zijn dat sommigen onder jullie in een relatie zitten en dat jullie samen een eigendom hebben. Maar ik zie wel dat er sommigen onder jullie zijn eigenlijk het single leven aan het manifesteren. Gaat niet voor iedereen zijn, maar je hebt je opties opengelaten. Het kan zijn dat deze persoon u behandelt als een optie. Het kan zijn dat jij je optie hebt opengehouden. Maar ik heb wel het gevoel dat jij je eigen overvloed gaat creëren. Nu, op dit moment zijn er misschien wel wat financiële strubbelingen. Het kan gaan in verband met een huis. Maar ik heb wel heel sterk het gevoel, je groeit hier wel van de Two of Crystals naar de Nine of Pentacles. Dus je gaat hier echt wel financieel, gaat hier wel heel erg vooruit. En waarom? Omdat je je ambitie hebt, omdat je je doel gaat bereiken. Er is iets wat dat voor u passioneel is. En je gaat er achterna gaan, want er is iets van waar je droomt. Er is iets waarvan je dagdroomt. Er is iets wat je wilt. En dit ben je ook aan het manifesteren. Dus ik heb heel sterk het gevoel dat je te veel dingen aan het manifesteren bent. Waardoor dat het op een gegeven moment toxisch lijkt. Waardoor dat het moeilijk is om binnen te komen. En waardoor dat het te veel is om een keus te maken. Dus er wordt eigenlijk gevraagd om je aandacht te richten. Ik ga het anders zeggen. Om geen luchtkastelen te bouwen. Want ik heb wel het gevoel dat je heel ambitieus bent. Je weet wat je wilt. Je weet wat je niet wilt. En je gaat daar achterna. Sommigen onder jullie zijn echt single of hebben echt het single leven gemanifesteerd. En je creëert je eigen overvloed, waardoor je onafhankelijk in het leven gaat staan op het gebied van het financiële. Je gaat wel naar het verleden terugkijken en je gaat zoiets hebben van, ah ja, oké, ik ben wel tevreden tot waar ik nu ben gekomen. Maar er is iets van een keus die niet kan gemaakt worden, zijn strubbelingen. En dit kan over het financiële gaan. Misschien heb je te maken met een vuurteken. Het zijn verschillende verhalen die hier in de reading van Waterman ligt. Er gebeurt nu ook heel veel. Uranus met de conjunctie, de volle maan in Waterman. De planeet Uranus, uw planeet die retrograde gaat. Dus ik verwacht inderdaad heel veel dat er gaat gebeuren.
heb ook het gevoel dat er iemand is waar je mee te maken hebt, dat die persoon twijfelt of die de opties zou openlaten of niet. Want er is iemand die single is. En het is net alsof er een persoon is die het single leven niet wil opgeven, maar toch is die aantrekkingskracht daar, die passie is daar, die lichamelijke aantrekkingskracht is daar. Maar toch is er iemand die het single leven niet wil opgeven. Ik heb het gevoel dat er 3, 4 verhalen liggen in 1 reading. Er gaat hier gekozen worden tussen 2 personen, maar er is ook iemand die het single leven niet wil opgeven. En die de opties open houdt. Omdat je weet, of dat de andere persoon weet wat die exact wilt. En dit is ook wat ik daarnet zei. Blijf standvastig. Geloof in wat dat jij wilt. Geloof in wat dat jij wilt verwezenlijken. Want je bent eigenlijk heel veel dingen aan het manifesteren. Maar er is ook iets van een toxisch gedrag dat rond u... Dat rond u hangt. Er ligt hier een toxische energie. Verslavingen. Iemand is emotioneel niet gemotiveerd. Iemand heeft gewoon geen interesse. Het kan zijn dat er iemand u aan het manifesteren is. Hè? Manifesteer. Waardoor dat om duur obsessief lijkt te zijn. Hè? En dat hij zoiets zet van... Maar kijk, ik heb geen interesse in die persoon. Ram-energie, steenbok-energie, maagd-tweeling-energie. Dat deze persoon om een duur op een toxische manier u aan het manifesteren is. Maar dat jij totaal geen interesse hebt. Wow, er liggen hier zoveel verhalen in de waterman-reading. Ja, er komt hier een einde aan een pijnlijke cyclus. En ik heb het gevoel dat jij iets gaat eindigen. Je gaat iets eindigen wat pijn gaat doen. Dat is volledig vanuit de mindspace. Dus er is een cyclus die jij tot een eind gaat brengen. Want er zijn lessen die gaan geleerd zijn. Je gaat wel nog een stukje moeten healen. Maar je gaat ook wel geduld met jezelf moeten hebben. Misschien heb je te maken met een boogschutter-energie, ram-steenbok-energie. Maar... ja, je gaat die shit eigenlijk achter u laten, waardoor dat je een pijnlijke einde gaat laten ingaan. En het dient u niet meer, het doet u niet meer, het maakt u niet meer gelukkig. En je hebt zoiets van, ik weet wat ik wil, ik zie het eigenlijk allemaal niet meer zitten. Ik ga er een stop op zetten, het gaat mij pijn doen, maar ik kan niet anders, want ik wil met mezelf in balans komen. Ik wil spiritueel, emotioneel... Mentaal, lichamelijk wil ik in balans komen. Dus je gaat wel even geduld moeten hebben met jezelf. Waardoor dat je innerlijk opnieuw in balans gaat komen. Ik heb het gevoel, er gaan hier zoveel veranderingen plaatsvinden. Waardoor dat je even... je gaat in een soort van healing-energie terechtkomen. Omdat je iets pijnlijks achter je gaat laten. Kan deze ram of steenbok... energie zijn. Het kan iedereen zijn natuurlijk, want ik voel hier zo verschillende verhalen in de reading van Waterman, dus ben benieuwd wat de romantische engelen voor boodschappen zetten in verband met zijn liefde. Ik doe er moeite voor. Diepe liefde is het waard dat je de nodige stappen neemt. Ik ga nog een kaart trekken, want ik heb het gevoel dat dit toch niet voor iedereen gaat zijn. Houd eerst van jezelf. Jezelf respect maakt je in romantiek aantrekkelijker. En dit heb ik wel het gevoel met de Ace of Cups. Opnieuw liefde voor jezelf voelen. Misschien moet je moeite doen voor jezelf.
zodat je opnieuw van jezelf kunt houden. Dit kan de pijnlijke cyclus zijn, waardoor je zelf gaat moeten helen en in balans gaat moeten komen. Ik heb hier onderaan, laat controle los. Laat deze situatie zich op een natuurlijke manier ontwikkelen. Ik zie manifestatie. Controle loslaten. Het is iets verslavend, iets toxisch. Verstrikte gedachten, patronen die moeten doorbroken worden. Heel veel verhalen. Ik ben echt benieuwd wat jullie van deze reading vinden. Ik hoop toch dat er antwoorden liggen, dat deze reading duidelijkheid heeft gebracht. Ik ben jullie super dankbaar voor het liken, delen en subscriben van mijn kanaal. Kom je hier toevallig aanwaaien en je vindt het leuk om naar deze readings te kijken, klik dan op het belletje en dan ontvang je in de toekomst meer van deze readings. Ik wens je nog een prettige avond. Mocht je in verlof zijn, dan wens ik u een prettige vakantie. Bye bye!